Jullie kunnen de weekvlog gaan bekijken van deze week. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan op ons kanaal. En dan gaat ze, tweede keer in de les. Vandaag mag ze voorop. Volgens mij is het al minder spannend dan gisteren. Vandaag hebben we wel even een rustdagje voor Sterren, maar Maaike is zo lief om er toch even een zadeltje op te gooien. Zodat Tess kan stappen. Geef niet, we gaan alleen maar stappen. Wat ben je aan het doen, Tess? Aan het oefenen. En wat oefen je dan? Tot ze gewoon naast me moet blijven lopen. Dat is goed. Volgens mij gaat dat best heel aardig. Ja. Oh. Je kijkt weg met die camera. Je neus is wel heel groot zo, Sterren. En ik heb geen snoepje. Nou, ga maar verder. Hou ik de camera uit. Nou ja, camera is mijn telefoon. Sterren. Ik denk dat je er even mee moet nemen. Ik geloof dat ze nu meer... Zo. Kom eens hier. Kom maar. Ja, ho is ho. Daarheen. Oké. Okay. Nee, jij moet niet lachen, want ze doet niet goed. Kom, schatje. Loop maar wat verder weg, misschien helpt dat. Kom mee. Ik zeg nee. Probeer nou stil te staan. Nee, jammer. Sterren. Eigenlijk had je de andere kant op moeten lopen. Probeer het nog eens. Loop gewoon maar naar de andere kant. Sterren. Kom. Nou, neem er maar mee. Het is jammer dat je geen snoepjes in je zak hebt, want anders had je nog kunnen belonen als het goed deed. Sterren. Nee, niet nep. Dat is zielig. Dan denkt ze dat ze wat krijgt, dan krijgt ze helemaal niks. En nu stilstaan. Nee, ja, maar je wacht te lang. Je moet eigenlijk op het moment dat je daar bent, je moet loop de andere kant op. Ja, nou, dit doet ze, dan moet je er heel erg belonen. Dan ga je nu stilstaan. Nou, dat doet ze echt goed. Belonen, belonen, belonen. Goed gedaan, hoor. Dat hoeft niet. Ja. Ik ben vandaag ziek, dus ik ga niet rijden, helaas. Maar mijn moeder, die heeft natuurlijk... Nou, eigenlijk ik, heb een oplossing. Mama gaat logeren. Dus misschien nemen ze jullie mee. Misschien wel. Nou, beterschap, meis. Ik ben met Sterren aan het wandelen. Het is te koud voor de paddocks, die zijn bevroren. Dus maar lekker verfrisse neus halen. Maar Tess is ziek. En nee, Sterren. Sterren. Oké, denkt ze. Dus we gaan maar even wandelen. Kom, ga even bij die andere twee kijken. Die staan in de paddock. Of in de binnenbak. Zo, we zijn nu bij de binnenbak. Daar is Henja en Verona. Ik doe de deur even goed open. Oh, nu moeten we even andere dingen doen, want ik doe de deur open. En daar is Sterren. Vind je er nog iets van? Even bij Verona kijken. Oké, dat was het. Dat was het, dames. Ja? En jij moet natuurlijk even rollen. Dat is heel belangrijk rollen. En Roon? Nou, Sterren kijkt een beetje rond. Die heeft er niet zoveel van. Misschien komt Henja nog kijken. Ja. Oh, die komt jagen. Nou, dat gaan we niet doen, dames. Henja verdedigt de boel. Nou, ik ga maar even wandelen met Sterren, die inmiddels helemaal erbuiten staat. Kijk, dat vind ik toch weer grappig. Ze zijn hier gewoon een brug aan bouwen. Je hebt een parkeerplaats, ruimte zat, dus dan bouw je een brug. Nou, dat is toch leuk. Ik ben benieuwd waar die komt, waar die voor is. We zullen het vast een keer horen.
Kijk, Venna. Tessa is ziek. En wat doet ze? Ik kijk naar je video's. Helaas is ons Tessaatje nog steeds ziek. Dus nu scheurt Kim op sterren. Miauw. Gaan ze? Ja, Veronica die denkt ook. Hoe is het? Even serieus. Wat een gedoe. Het is wel echt koud. Tess heeft een goed moment gekozen om ziek te worden. Want het is gewoon echt -4. Ja. De eerste weekvlog valt een beetje in het water. Want ik ben nog steeds ziek. Dus je rijdt nog steeds geen paard. Maar misschien volgende week wel. Zou ze volgende week weer kijken na een week ziektevlog? Ja, ik denk dat ik volgende week wel beter ben. Dat hoop ik ook, want anders wordt het een beetje een saai vlogje zo steeds op de bank. En ook een beetje snel. Ja, nou ja. Hopelijk ben je morgen beter. Hopelijk ook. Want wat heb je morgen? Ik heb morgen een kinderfeestje van Elina. Dus als je ziek bent, dan kan je ook niet naar het feestje. Ja, en als ik dan nog steeds een beetje ziek ben, dan is het ook niet handig. Want dan kan ik overmorgen niet paardrijden. Lastig allemaal. Oh, dan kan ik niet paardrijden op sterren. En omdat ons Tessaatje ziek is, rijdt Kim ook vandaag op het sterretje. Lekker draven. Ja. En lekker in geloop. Lekker hoor. Kijk, Venna. Tessa is ziek. En wat doet ze? Ik kijk naar je video's. Kijk, dit is te grappig. Tess is natuurlijk nog ziek. En Sterre heeft vanmiddag al gelopen, maar Veroon dus nog niet. En dat komt omdat ik met deze jonge man naar de film moest vandaag. Hallo. Maar morgenochtend gaan we springen, Veroon. Maar nu hebben we dus Rick, die met zowel Sterre als Verona hier staat. En zo meteen zegt een van die twee dames misschien wel heel hard hii, en dan stampen ze met hun voet of zo. En dan schrikt Rick en dan gaat hij 3 meter de lucht in, denk ik. Maar ze blijven heel rustig. Nou, daar staat hij dan, hè. Ja. Wij gaan nog even wandelen en dan... Ja, dat bedoel ik. Oh, Rick bleef relax. Nou, en morgen, dan... Jongens. Morgen gaan we. Hoe is dit nou, Rick, zo? Koud. Ik weet ook ziek ben. Nee joh, je bent niet ziek. Morgen moet je tentamen maken. Ja, komt helemaal goed. Ja. Ik ga vandaag weer naar school, maar ik ga niet rijden. Morgen ga ik wel rijden, hopelijk. Ik ga nu naar school toe. Dag. Het is altijd een beetje gek als je... Nou ja, niet gek, het is grappig. Sterre, die is hier. Oh, daar was je. Als ze namelijk haar deken vastmaakt, dat is voor mij een beetje lastig filmen. Dan legt ze haar hoofd dus gewoon op je schouder. Ik weet niet of ze het nu doet. Kijk, als dat lukt om te filmen. Kom maar. Kom maar. Hallo, meis. Zullen we het gewoon vastmaken? Ja. Kijk, dan legt ze gewoon haar hoofd op je schouder. Hij is natuurlijk nu niet heel ontspannen, maar normaal gesproken dan is het even knuffelen. Ja, dat zie je wel fijn, hè, knuffelen. Het is een echte knuffelpony dit. Nee? Ja, lekker ding ben je. Zo, het is prachtig weer, Esther. Kijk maar, heel koud nog steeds. Dus Esther mag even lekker naar buiten. Meis, kom maar. Wacht even je lijntje af. Ja, even wachten hoor. Zo. Nou, ga maar lekker spelen. He? Niet te hard, want het is hard. Over uitschudden. Ja. Snap ik ook. Goed, dat is bijna ontsnapping van Sterre. En vorige keer was ze ook daar de laan op. Eerst even achteruit. Andere kant op jij. Maar voordat je het hek dicht doet, denkt ze, nou, het is vast een beter plekje waar ik buiten kan zijn. Zo, opgesloten. Sorry, Ster. En hoe koud het ook is, Ster gaat toch rollen. Gek paard. Pony dan. Zo, die zit stevig vast.
Nou, lekker hoor. Even de rest halen. Veel tegenlicht, maar goed, geeft niet. Ze staan alle drie lekker even buiten. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!